Kolonel Robert Kato di Kromo is vanmorgen door de president Desi Bouterse, tevens opperbevelhebber van de Surinaamse strijdkrachten, geïnstalleerd als de 8e bevelhebber van het Nationaal Leger. De functie was bijkans 3 jaar vakant. Met het in ontvangst nemen van het militair vaandel kreeg Kato di Kromo officieel de leiding over het Nationaal Leger. De landmacht staat vanaf vandaag onder commando van majoor Tony Haps, terwijl luitenant-kolonel Wenne Kiwasen de leiding kreeg van de marine. Luitenant-kolonel Marvin van Huisduinen is commandant luchtmacht en luitenant-kolonel Floyd Mettendaf mag voortaan de schepter zwaaien bij de MP. De nieuwe chefstaf is luitenant-kolonel Cheryl Shan-Yong-Chu. Volgens de nieuwe bevelhebber heeft het leger ondanks de precaire situatie alle taken aan haar opgedragen kunnen uitvoeren. Ronnie Benschop, minister van Defensie, hoopt dat de nieuwe bevelhebber de bijdrage van het leger aan de ontwikkeling van Suriname zal continueren. Onze organisatie was, om het zo uit te drukken, to touch, to die. Maar uit deze plaats bedank ik het onderhebbend personeel en het ministerie van Defensie. Ik wil ook benadrukken dat wij zullen blijven werken in ondergeschiktheid aan het wettig en bevoegd gezag. En dat wij ten dienste staan van het totaal Surinaamse gemeenschap ter ontwikkeling van land en volk. De inzet van de zelfvoorzieningsprojecten gaat u voortzetten, want dat bespaart staatsbudget gemiddeld een $6 miljoen per jaar. De bijdrage aan het waarborgen van de veiligheid gaat u conform de wetten uitvoeren. Defensieorganisatie, ik roep jullie allemaal op om deze bevelhebber onder alle gerechtigde omstandigheden ondersteunen. Dit nieuwe vertrekpunt moeten we allemaal aangrijpen om het leger meer frisse wind in te blazen. Volgens president Desi Bouterse is het Nationaal Leger als organisatie hem heel dierbaar, omdat het een stepping stone is van zijn presidentschap. Met deze nieuwe legerleiding gaan we allen een nieuwe tijd tegemoet, waarin ik uw verrichtingen nauwgezet zal volgen, hield het staatshoofd de nieuwe legerleiding voor. Hij benadrukt dat er veel is gezegd, maar hij hoopt dat er veel meer gedaan zal worden. Ik verwacht een getraind leger welke paraat is om te alle tijden de grondwettelijke taak uit te voeren. Ik reken op inventiviteit om met schaarse middelen meer doelen op effectieve wijze te behalen. Ik verwacht een leger welke toegerust is de regering van Suriname bij te staan in het uitvoering van haar ontwikkelingsgerichte plannen. Men stelt dat met het leger herstelt. Men stelt dat met het leger politiek wordt bedreven. Het leger blijft en moet politiek neutraal zijn. Niet deel zijn van de regering. Echter, laat niemand u voor de gek houden. Het leger is daadwerkelijk een militair instrument, een politiek instrument. Dat was dus president Desiré Bouterse, tevens opperbevelhebber van het Nationaal Leger. Hij sprak vanmorgen tijdens de inauguratie van Robert Kato di Kromo, de nieuwe, tevens 8e bevelhebber van het Nationaal Leger. De plechtigheid vond plaats in de Memerebuko-kazerne. Na de inauguratie was er een korte défilé.